mat, transparant, heel fragiel of juist heel stevig en hard? Glas. Het is overal om ons heen. En meestal kijken we erdoor. Maar hier kijken we naar glas. Voor AVROTROS nu te zien bezoekt de museumdirecteur een tentoonstelling in een ander museum. Vandaag is Margriet Schavenmaker bij... de tentoonstelling in vitro bij Bureau Europa in Maastricht. Nu te zien. Magisch toch? De mengeling van zand, kalk en soda in loeihete ovens die samen prachtig glaswerk voortbrengen. Duur glas is gewoon niet aan mij besteed. Ik laat echt alles uit mijn vingers vallen. Maar het ene glas is veel sterker dan het andere. En dat komt omdat je het kunt temperen. Als je een glas harder maakt in een koeloven, dan verandert de massa. Maar dat kun je met je blote oog niet zien. De Japanse kunstenaar Miyo Fujimaki, die maakte lenzen waarmee je dat dus wel kunt bekijken. Die kneuzingen van het glas. Het werk heet dan ook bruise. We zitten hier natuurlijk wel in het katholieke zuiden, dus het stikt hier van de gebrandschilderde ramen. Een afbeelding uit het leven van Jezus, heel geschikt voor het Hormonse bisschoppelijke jongenscollege waarvoor dit raam bedoeld was. Vooral voor mensen die niet konden lezen, droegen deze ramen bij tot een groot godsbesef. Als het zonlicht door de ruiten schijnt, krijgen de Bijbelse taferelen nog meer zeggingskracht. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond er in Limburg een hele school die zich toelegde op het maken van religieuze schilderijen en glas voor de kerken. De Limburgse school. En Charles Eyck was een van de belangrijkste meesters in die tijd. Hierachter zie je werk van hem. Prachtige verbeelding van het verhaal van Hubertus. Ging jagen op Goede Vrijdag, wat eigenlijk niet mocht. Op het moment dat hij een groot hert wil neerschieten, ontstaat er tussen dat gewei een prachtig licht en een kruis, een brandend kruis. Hubertus bekeert zich ter plekke, doodt het hert niet en wordt uiteindelijk ook patroonheilige van de jacht. Ook vandaag de dag nog zijn kunstenaars gefascineerd door het medium. Zoals deze Dieter Lievens. Hij maakt een soort ramen die iets futuristisch hebben. Sterren, planeten. We geven ons van de hemel naar de kosmos. Gebrandschilderde ramen kunnen abstract zijn, maar vaak zijn ze figuratief en vertellen een verhaal. Zoals dit werk van Jeanne Eggen, de Limburgse kunstenaar, die in 1943 studeerde met Karel Appel en Corneille aan de Kunstacademie. En in 1946, net na de oorlog, maakt hij dit werk, een beetje cobra-stijlachtig, een vrouw met twee duiven, vermoedelijk vredesduiven. Sommige kunstenaars, zoals Roy Wagemans, laten zich inspireren door het gebrandschilderde glas. Terwijl anderen echte technieken van het proces van glasmaken gebruiken. Zoals de Israëlische kunstenaar Ori Orison Merhab. Van de hars van een boomluis, de zogenaamde lakschildluis die alleen in Zuidoost-Azië voorkomt. En met die aloude blaastechniek creëert ze deze prachtige objecten. Super kwetsbaar, echt één tikje en het implodeert. Zoiets lieflijks als rode kralen met een wit hart. En dan te denken dat er een hele koloniale geschiedenis achter schuil gaat. In de 17e eeuw gebruikten Europeanen de rode kralen als ruilmiddel met de inheemse bevolking, bijvoorbeeld in Amerika. Dat was niet helemaal eerlijk, want de kralen waren veel minder waard dan de inheemse mensen dachten.
En in deze installatie van onder andere Christine Meinertsma wordt zichtbaar hoe de kraal vandaag de dag nog over heel de wereld circuleert. En hoe ondanks de uitbuiting de Noord-Amerikaanse Wampanoag-stam nog steeds heel veel deze kraal inzet bij allerhande sieraden en kleding. Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door een grote collectie oude glas- en loodramen. Vanwege de ontkerkelijking worden heel veel religieuze gebouwen voor andere doeleinden gebruikt. En wat dan te doen met deze ramen? Het leuke is, iedereen met een goed idee kan hier langskomen en misschien mag je dan wel zo'n raam gewoon meenemen. Deze tentoonstelling is een echte eye-opener. Je krijgt zoveel verschillende verhalen over, met, van en in glas, dat duidelijk wordt dat dit een medium is met heel veel levens. En deze krijgt een tweede leven bij mij. De tentoonstelling in vitro in Bureau Europa Maastricht. Nu te zien.